De vrouwelijke lookalike van André Hazes. Andrea! Ja, dames en heren. Ja, ja. Je mag de microfoon zelf even vasthouden. En voor de mensen die het gemist hebben. Jawel, hij doet het wel, hoor. Ja, maar dat horen de mensen thuis, hè. Ja. Als ze hem dadelijk maar uitzetten, hè, want dan is de studio zo leeg. Dat is ze toch aan. Ja. U kunt dat, u zingt toch van... Dat is de laatste keer ik weet, jij kijkt op meneer. Maar straks als het beter gaat, hoop ik dat je voor me staat. En dan zie ik jou niet meer staan en zeg dat je beter kunt gaan. En je zei... Wat is Bart? Nou, zoiets was het, hè. Zoiets is het, hè. Ja. Dit is zijn laatste keer. Ja. Ik weet. Nee, maar even, ik kom echt nooit meer. Even serieus, want Andrea Hazes, maar hoe lang ben je al eigenlijk Andrea Hazes? Nou, ik doe het nu 4,5 jaar, maar het is eigenlijk een uit de hand gelopen geintje bij mij. Hè? Ik had gewoon een internetbedrijf in omvormers, voeding en zonnepanelen. Ik deed echt heel iets anders. En toen deed ik dit een keer uit een grapje en dat is... Ja, eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Maar u bent ook zelf heel erg André Hazes fan, hè? Ja, wel 33 jaar Hazes fan. Ja. Ja. En hoe vindt u nu dat hij er eigenlijk niet meer is, hè? Nou, we gaan natuurlijk nu een jaar tegemoet waarin 10 jaar Hazes... Daarom, is dat al 10 jaar? Ja, dat is al 10 jaar geleden, hè? Ja. Ja, dus dat betekent, we krijgen weer het Hazes meezingconcert. Er komen herdenkingen op zijn verjaardag, op zijn sterfdag. En dat is natuurlijk eigenlijk best wel heel uniek voor iemand die al bijna 10 jaar dood is. Dat nog jaarlijks gebeurt, hè? Maar ja, ik denk, Wim Zonneveld wordt ook nog steeds gezongen, toch? En ja, dat is André Hazes ook, hè? Tijdloos, hè? Ja. Ja. Maar zo zijn er natuurlijk maar een paar. Ja, dat is waar. En dat is het hoogtepunt, dat was toch wel Holland's Got Talent, denk ik, hè? Nou, dat was van 2013 natuurlijk het hoogtepunt. En, want ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar ze was in een van de shows van Holland's Got Talent te zien. Ja. We deden daar een act met 6 lookalikes. Ja, Arnold Schwarzenegger, sorry. Schwarzenegger, Snoop Dogg, Tina Turner, Ronaldo. Ja. En dan ik en Chantal Jansen. En Chantal Jansen zat in de jury. Dus ja, dat was gewoon geweldig. Die kwamen ook op als pater, hè? Ja, wij kwamen ook als pater op. Ja. We kwamen op als pater en daarna waar één vreemde kappen eraf. Ja, waar ik heel blij mee was, was het commentaar. En, want we zijn uiteindelijk niet verder gekomen als die ene uitzending. Maar het leuke was gelijk, Corden riep, ja, ik ken haar. En toen kwam eigenlijk het mooiste commentaar van Chantal Jansen. Want ze ontdekte dus dat ik de vrouwelijke lookalike ben. En toen zei ze van, de hele cast praat over jou. Van, ja, hij gelooft in mij. Ik had het gehoord. Ja, en dat is wel, dat is heel mooi. Moment. Ja, kippenvel moment. En ik kreeg daar een staande ovatie in een heel bomvol theater. Mijn partner die zat in de zaal. Hij zegt, ja, dat is gewoon heel indrukwekkend om te zien. Ja, maar dan moet je dus een heel mooie. Dan moet je toch apetrots zijn dat je zeg maar zo'n groot artiest... Ja, want je moet niet vergeten, je praat over 40 seconden tv, hè? Ja. 40 seconden. Ja, het gaat nergens over. Nee. De indruk kan... Je wil niet weten wat ik er allemaal voor heb moeten doen en waarheen. En dan praat je over 40 seconden. Ja. Maar de moeite waard. Maar we gaan zo meteen van jou genieten. Ja, ik ga nu even weg, hè, want... Nou, dan neem ik u mee, hè, gezellig. Oh ja? Waar gaan we heen? Is dat... Ja, dat is... Ik denk een rondje om de kerk. Ja. Ja, zeker, Andrea, hè. En dan neem ik je straks mee, gaan we gezellig even bijkleppen, hè, want dat is al lang geleden. Het rondje gaat ook mee, hè. Ja, Diva gaat altijd mee. Ja, want hoe heet het rondje ook alweer? Diva, hè. Dag, Diva. Dag, Diva. Ja, ze is daar. Oh, ze zit daar ook zo mooi in. Mag ik even een beeld? Mag die even een beeld? Ja, tuurlijk. Ja, dan ga je niet gaan. Een balkje erop. Hè? Ja, dus dan krijg je nou een hond, dames en heren, met een balkje voor de neus. Hè? Dus, dat je mag die, niet herkend worden. Hè? Hij springt er toch niet uit, hè? Nee, hij springt er niet uit. Blijf er zitten, alle optredens hè? Kijk eens. Ziva. Dag, Diva. Hallo, Diva. Ah, kijk eens. Ja, nou is dat leuk, hè. Ja, is Diva, hè. Van de week hadden we een slang hier, hè, heb ik gezien. Ja, nou een hond, hè. Die eet hij zo op. Ja, die eet hij zo op? Ja, is dit... Nee, zij niet. Zij doet nog geen vlieg kwaad. Nee, ik wou zeggen, die eet een slang op. Ik denk, dat past er niet in, hè. Slang, toch? Nee, eerst maar zo'n hondje. Zo'n slang. Kali, hè. Kali. Ja. Goed, we gaan... We moeten verder. Ja, we nemen er mee. Ja, we nemen er binnen blijven. Nee, dat gaan we.
Jump! Die is wel tijd voor een artiest weer, denk ik. Hè? Want moeten we niet even vliegen? Dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Maar dat is leuker bij televisie. Ja. Je knipt met je ogen en de studio is schoon. Nou, daar gaan we. Let op. 1, 2. Zo! Ja, dat gaat lekker. Oh, kijk, Andrea ja, Hazes. Dit is, ja, dit is Andrea televisie. Andrea Hazes, dames ja. Dames en heren, Andrea Hazes! Ja. Wauw. Wat een metamorfose. Ik wou net zeggen, wat een metamorfose. Het leek net de echte André Hazes, hè? Maar dat kan natuurlijk niet, hè? Nee, die had volgens mij geen rode nagel. Nee, dat is waar. En ja, dat is waar. Aan, denk ik. Nee. Had u een string aan? Ja, oh, ja, ja. Nee, oh, ja, nee. Het is een ander programma. Ander programma is dat. Ander programma. U moet wel even de microfoon erbij houden, anders horen ze u niet, hè? Dat is wel fijn dat de mensen u thuis ook horen, ja, dat hè? Is wel beter, ja. Zeg maar, hoe vaak in de week treedt u nou eigenlijk op als André Hazes? Ja, dat ligt er een beetje aan hoe vaak ik geboekt word. En ik hou het zelf gewoon ook een beetje in de hand. Want ik heb geen zin om helemaal over de top te gaan. En dan zelf geen eigen leven. Maar het is hebben. Prachtig gemaakt. Hè? Het is, ja, echt, het is echt heel raar. Prachtig gemaakt. Wie van... heeft dat gedaan? Nou, kijk eens. Ja. 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 Nee, het is een bedrijf. Of een pater. Ja, ja, dat kan ook. Ja. Nee, het is een bedrijf in Amsterdam die maakt dat echt ook voor Koevenoen en weet ik het allemaal. Ja, het ziet er prachtig uit. En het wordt helemaal op maat gemaakt. Kost hoop geld. Wat is er op? Maar ik moet hem er weer afhalen hoor. Ja, nou, u gaat het er weer afhalen. Maar u gaat toch eerst nog even André Hazes doen voor ons. Ja, we gaan eerst nummer. Nou. Ik dacht om mee te beginnen, bloed, zweet en tranen. Ja, ach, dat is leuk. Ja, bloed, zweet en dames tranen. En Andrea Hazes. Je hebt het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zoveel vrienden ongekend. Maar ook verdriet gekend. Hoe vaak stoot ik mijn kop. Maar toch, ik ben tevreden met alles waar ik ben. Als je roem voorbij is, moet je kijken wie je nog kent. Gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis. Ik blijf echt alleen, ja, echt alleen. Geen gezeur meer aan mijn kop, ach, rot nu maar op. Sweet and
gaat er niet in. Ja. Ik blijf even. Je bent er stil van, hè? Ja, dat pilsje, dat doet het hem ook. Mooi, hè? Fantastisch. Ja. Als je echt naar je zit te kijken, ja, je bent het gewoon. Mooi, hè? Geweldig. Was het volgende nummer wat je voor ons gaat doen? Nou, ik dacht aan een leuke meezinger. En die kunnen ze allemaal, dus we moeten dadelijk ook het geluid uit het publiek horen. Ja. Zij gelooft in mij. Zij gelooft in mij, dames en heren. Andrea Hazes! Ze lag te slapen. Ik vroeg haar gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je. Ik ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? Dat was alles wat ze vroeg. Wat ze vroeg. Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allen. Dat ieder mij herkent. Ach, en je trots kan zijn op je eigen vent. Op straat zullen ze zeggen, u bent bekend. Zolang we dromen van het geluk dat ergens op ons wacht, dan vergeet je snel weer deze nacht. Jij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Mijn kracht.